Als het aan D66-politicus Rob Jetten ligt, worden zogenoemde piekbelasters, zoals bijvoorbeeld een kalkoenfokker in Ermelo, zo snel mogelijk uitgekocht om de stikstofuitstoot terug te dringen. Dat zegt de Nijmeegse politicus in een reactie op een onderzoek van platform Investico. Uit dat onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat één kalkoenboer uit de gemeente Ermelo meer stikstof uitstoot dan alle Nederlandse automobilisten samen besparen door overdag niet harder dan 100 km per uur te rijden. Van de 25 grootste vervuilers komen er gezien de berekeningen van Investico liefst 17 uit Gelderland. Volgens Jette moeten deze boeren worden uitgekocht. Minister Schouten heeft nu goede regelingen klaarstaan om boerenbedrijven uit te kopen om daarmee de stikstofuitstoot te verminderen. En ik roep haar op om proactief de gesprekken met deze piekbelasters aan te gaan, zodat we hen gericht kunnen uitkopen en daarmee ook meer ruimte voor woningbouw kunnen realiseren. De gevolgen van de mogelijke bouw van extra woningen en de extra CO2 die dat met zich meebrengt, is overigens niet door Investico berekend. De kalkoenfokker uit Ermelo wil niet op de uitspraken van Jette reageren.